Na volgende week weten we dus meer, maar dan moeten we natuurlijk wel massaal gaan stemmen. En om de weg naar het stemlokaal wat aantrekkelijker te maken, organiseert Heemkundekring Pogus Balgooi ieder jaar een tentoonstelling bij het stemlokaal met een typisch Balgoois onderwerp. Vanwege de beperkte ruimte in het dorpshuis zal het dit jaar gaan om een zogenaamd biljarttafel-expo. Vroeger hadden wij het hele dorpshuis tot op beschikking, de grote zaal. Ik kon het flink uitpakken. We hadden op een gegeven moment een enorme tentoonstelling met de Schelde schilderij uit het Zuiderzeemuseum. En mochten we één dag komen halen, kregen we handschoentjes bij met instructies hoe we het moesten aanpakken. En dan moesten we de volgende dag weer terug. Maar die luxe hebben we niet meer. Want nu zit daar het stemlokaal in de grote zaal. En wij moeten dus of het kleine vergaderzaaltje pakken of de voorhal. Dus het is een beetje behelpen. We zijn luxe gewend, maar we hebben hele mooie dingen gehad. Het heeft er ook mee te maken, we hebben een beperkte expositieruimte. Het komt erop neer dat we het op een biljet kwijt moeten kunnen. En om het biljet nog kunnen we nog wat zetten en dan moeten we het mee doen. Dus het is ook niet zo dat dat je meters kunt maken om een tentoonstelling te maken. Dus het is een vrij klein opgezette actuele gebeurtenis uit Balgooi die we tentoonstellen. Het onderwerp van de verkiezingsexpositie volgende week blijft nog even een verrassing. Nou, dat is altijd een verrassing, want we hebben een archiefkast in het gemeenschapshuis zitten. En daar halen we altijd onderwerpen uit. En het kan goed zijn, vanavond gaan we kijken. En dan, We hebben gehad Balgooise koppen. We hebben bedrijven uit Balgooi gehad. We hebben verenigingen uit Balgooi gehad. De natuur in Balgooi, de seizoenen in Balgooi. Noem maar op, er is heel veel te doen. De tentoonstelling volgende week is niet de eerste die de Heemkundekring organiseert. We zijn er ooit mee begonnen omdat een lid van ons, die wilde in de gemeenteraad van Wijchen komen. En om te promoten heb ik toen een tentoonstelling georganiseerd over iets Balgoois. En er komen mensen op af. Nou, hij is toen met heel veel stemmen gekozen inderdaad. Dus het werkt wel. En toen hebben we besloten om het 4 jaar later weer te doen. En dat werkt gewoon. Hè. De mensen vinden het gezellig en ze steken wat op. En ook, je krijgt natuurlijk ook discussies over wat heb jij gestemd en waarom niet of waarom wel. Dus wat dat betreft is het vaak heel levendig geheel daarna en gezellig. Voorlopig zijn ze nog niet van plan te stoppen met de verkiezingsexposities. Nou, dat kun je wel een traditie noemen. Ja, we doen het ondertussen bijna vrijwel zeker bij elke verkiezing. Ja. Vanaf 2004 zijn het. Vanaf de 4 jaar. Dus dan ben je natuurlijk al 16 jaar verder. Mag het wel een traditie noemen, ja. Ja.